Als wij bij de TS zijn, dan zijn we nog niet, want dan moet je nooit naar een baanrecht zitten. Een wandelaar belde maandag de hulpdiensten met de mededeling dat hij op de Stratumse Heide ongelukkig ten val was gekomen en zijn enkel gebroken had. Hij wist niet goed duidelijk te maken waar in het uitgestrekte natuurgebied hij zich precies bevond. De politie stuurde daarom 3 motorrijders het bos in om de wandelaar te gaan zoeken. Een van hen wist de onfortuinlijke wandelaar te lokaliseren, maar de plek waar de man lag bleek niet met een ambulance te bereiken te zijn. 4 brandweerlieden hebben de man daarom uit het bos gesjouwd en hij is voor verder onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.